NOS, 8 uur journaal. Philip Freriks. Irak geeft ogenschijnlijk toe, Washington twijfelt. Geweld in Indonesië richt zich weer op Chinezen. Gorkum bedenkt poldermodel voor de zorgsector. Dames en heren, goedenavond. Irak lijkt eieren voor zijn geld te kiezen. Het land heeft de VN laten weten dat de VN-wapeninspecteurs kunnen terugkomen. Of dat onvoorwaardelijk is, zoals de Amerikanen eisen, is nog niet duidelijk. Omdat we pas om 7:50 verbinding kunnen krijgen met Washington, komen we zo meteen op deze kwestie terug. Maar nu eerst Indonesië, dat steeds meer afglijdt naar een regelrechte anarchie. Na dagenlange gewelddadige protesten van studenten met in totaal naar schatting 20 doden, braken vandaag in Jakarta de ergste onlusten uit sinds mei van dit jaar. De gewelddadigheden van het afgelopen voorjaar leidden uiteindelijk tot de val van president Suharto. Diens opvolger, Habibie, ziet zich nu geconfronteerd met dezelfde ontwikkelingen. Protest, geweld en plundering. En vooralsnog hanteert hij hetzelfde recept als Suharto. Hij heeft het leger opdracht gegeven streng op te treden tegen elke vorm van ondermijning van zijn gezag.